De coronacrisis heeft enorm veel invloed op de mobiliteit. En de vraag die we ons gesteld hebben, wat is eigenlijk de invloed op de meest mobiele groep vluchtelingen? En daarvoor zijn we met ons onderzoek naar Tunesië gegaan. Vluchtelingen in Tunesië hebben geen toegang tot testen. Blijkt ook dat ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg. En dat ze enorm de negatieve consequenties, de desastreuze gevolgen van de economische crisis ondervinden. En daardoor vaak onder heel gevaarlijke omstandigheden doorreizen. Dit betekent dat wij in Europa heel veel nieuwe groepen vluchtelingen binnenkrijgen die we eigenlijk niet kennen, die we niet registreren, die niet getest zijn en waarvan we niet weten in hoeverre die besmet zijn met het coronavirus. We hebben met dit onderzoek veel publiciteit gewonnen en de aandacht proberen te vestigen op het belang van meer aandacht voor de coronacrisis onder vluchtelingen en om meer aandacht te vragen voor de noodzaak om vluchtelingen te beschermen. We hebben geleerd uit het onderzoek dat er echt weinig bekend is onder de invloed van corona op vluchtelingen. En we hebben dan ook besloten dat we dit onderzoek moeten uitbreiden. En dat we gaan kijken naar de manier waarop in Libië, in Ethiopië, corona van invloed is op nieuwe groepen vluchtelingen.